Dit is de nieuwe generatie. Nieuwe tijd, nieuwe dag. Nieuwe ronde, nieuwe kansen en een nieuwe start. Nieuw geluid, nieuwe flow, nieuwe lichting. Nieuwe normen, nieuwe richting. Dus ja. Yeah. Dus welkom in de dol van de leeuw. Dit is de sound van de volgende eeuw. Hoppen zit in mijn ogen. Dus doe nog maar een stapje terug. Of ik klap, 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 ik klap je terug. We zijn bij de Madi Bodo Vrijdagshow in Almere in Studio C. Ja, ik zit daar in de show met Paul de Leeuw en Filemon Wesseling en geniet van de uitzending. Nou, dit is mijn private dressing room. Ik heb het wel eens beter gezien, maar ja, het is goed te doen. Ik heb voor een roze bank gevraagd, het is niet helemaal de kleur die ik verwacht had, maar het ziet er goed uit. Het kan. Skyleer, jammer. Bounties hou ik zelf op zich niet zoveel van, maar het is iets, ja, wat ik dan echt jammer vind. Dus dan, die Hurl Essences. Ik had gewoon duidelijk gevraagd voor Thai Sensation, maar je krijgt Hello Hydration. Dat is dan jammer, maar goed. Je moet roeien met de riemen die je hebt en we gaan er daar een leuke show van maken. Ben jij eigenlijk nog zenuwachtig voor zoiets als vanavond? Nee, of niet? Nee, niet zenuwachtig, maar ik heb wel zin in. Wel leuk dat je weer een keer op de televisie komt. Met bekende mensen natuurlijk. En dat je je sport kan promoten. Eet smakelijk. Dank, leuk. Dank je. Dank je wel. Hoi. Ik ben net even naar boven gegaan. En de deur van de private dressing room van Paul de Leeuw stond open. En we hebben dit dus gejat. En we zitten nou van te eten. Best lekker. Gevulde koeken. Roze koeken. Spekjes. Van alles wat. Dus zo vind je nog eens wat. Ik had toch dat botox kuurtje nog even moeten doen. Ik zie een paar rimpeltjes op je voorhoofd. Nou ja, gelukkig heb je een masker op zo meteen. Dat is goed. Zie me shine als een motherfucking topper. Gordon is er niks bij. Ik vreet hem als een wopper. Ben loose van de bier en drank. Lauwe papi. Nou, ik ben even omgekleed. En ik hoop dat Filemon niet een al te lage pijngrens heeft. Maar het zal wel meevallen, want ik ben er helemaal klaar voor. Ik ben natuurlijk nog helemaal hot vanwege het WK en zij mag zijn borstje nat maken. Van het weekend was het wereldkampioenschap schermen. Nu is dat in Nederland natuurlijk niet zo heel populair. Toch is er één jongen die het best wel goed kan. Hij is tiende geworden. Geef hem een groot applaus, Bas Verweijden. Zitten. We hadden namelijk zo bedacht, Bas Verweijden is tiende geworden tijdens het Europees kampioenschap schermen in Frankrijk. Wereldkampioenschap. Ja. Zo snel gaat het. Wereldkampioenschap schermen. Mevrouw van Pol, gaat u lekker hier zitten? Ja. Schuif ik weer aan de andere kant bij u in. En Bas gaat al een beetje vooroefenen met Filemon. Dit is Nederlands doofste, grootste, hoorbaar verdoven. Mijn visie is al lang niet meer verstoorbaar gelomen. Goed, wat we doen. Ja. We groeten eerst. We gaan eerst de zoe je masker maar af, Filemon. Hij moet weer af, ja, dat moet echt. Het is nog wel een klein beetje een elite sport, dus dat houden we wel echt. Hey, Phil. Hey. Hallo. Wapen tegen je neus, naar beneden. Kijk je tegenstander vriendelijk, maar doordringend aan. Zet je masker weer op. Hoi. En dan gaan we beginnen. Daar is hier de score te zien. Als er een treffer valt, dan komt daar als het goed is een punt bij. Ook al zie ik het niet veranderen. Rappers die je carrière wijten aan het kraken van anderen. Je hebt het kost tijd, maar die bollen zullen leren. We maken al die hits om de bot te financieren. Fuck jullie, de underground doet het moeilijk. Maar ik denk na, wat is de weg die we inslaan? Jongen, dan gaan we weer, nog maar een tweede keer. Hoe meer op beter toch, dat is hoe ik redeneer. Van Noord tot Zuid en het land gezien. Willy en Biggie, DJ Funny, het rampenteam. Rampenteam, dit wordt drama gedonden. Niet bemoei je kill, want je gaat er naar... Hoor je veterus? Ja. Leuk. Leuk. Bas, je bent nu tiende geworden, maar je bent echt... Oh ja, even zeker. Dank je voor de partij. Alsjeblieft.
Je wil de beste van de wereld worden. Ja, ik wil Olympisch kampioen worden, sowieso. Dit is de nieuwe generatie. Nieuwe tijd, nieuwe dag. Nieuwe ronde, nieuwe kansen en een nieuwe start. Nieuw geluid, nieuwe flow, nieuwe lichting. Nieuwe normen, nieuwe richting. Dus ja. Nou, we staan hier in Almere met Filemon. En we hebben net tegen elkaar geschermd voor de Mali Wodo vrijdagshow. En wat vond je ervan, Filemon, schermen? Viel het tegen of viel mee? Ja, het was, ik vind het wel heel leuk, maar het ging zo snel allemaal. Ja. Je hebt natuurlijk bij de show niet echt de tijd om even alles door te nemen en wat alle tradities zijn. Ja, belangrijk is dat je je voeten goed optilt en niet over de grond sleept. Ja? Okay. Voorstoet naar voren, achterstoet. En rechtop, hè? Maar het hele idee van, omdat het zo'n soort, bij een soort computerspel met die piepjes en zo, dat vind ik wel leuk. Ja? En dan die snelheid en het reactievermogen. Ja. Ja, en het appelleert natuurlijk ook wel echt aan iets wat iedereen in zijn jeugd gedaan heeft. Dus met zwaardjes tegen elkaar aan slaan. Ik vind het alleen lastig omdat het een moeilijke kijksport is. Ja, het gaat heel zo snel. Het gaat heel snel, klopt. Je moet het eigenlijk hebben van de vertraging. Vertraging vanaf de slow motion is er zelfs nog af en toe snel. Ja. Dat je denkt van, ja. Dat is jammer. Ja. Maar het is eigenlijk net zoals met tafeltennis. Dat je alleen een soort vage streep. Ja, ja. Nou, misschien moeten ze gewoon zoiets krijgen als net zoals met tennis met Hawkeye. Ja. En dan ook helemaal digitaliseren met schermen. En dan is het helemaal kan uitleggen. Ja. Maar ik vond het in ieder geval super leuk om een keer tegen de schermen. Nou, graag gedaan. Tot de volgende keer. Ja, dank. Bedankt. Top. Dit is de nieuwe generatie. Nieuwe tijd, nieuwe dag. Nieuwe ronde, nieuwe kans.